Ja, dit is dan het wijkcentrum, maar komend jaar wordt er nog veel meer gebouwd. Zometeen in het nieuwe landgoed, hè, winkelcentrum, nieuwe woningen, de onderdoorgang komt er. Dus die twee wijken, Kern en Veldhuizen, worden ook echt zichtbaar verbonden komend jaar, dit jaar eigenlijk. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al wel vaker warmere periodes gehad. Maar ja, het is wel lekker. Ik bedoel, dat je nu met je over en met je buiten kunt staan, is toch heerlijk. In ieder geval een eerste aanzet om met ons in gesprek te gaan van, nou, dit heb ik gezien als mogelijkheid, wat zien jullie als mogelijkheid en hoe kunnen we die mogelijkheden gebruiken om mensen gewoon weer aan het werk te krijgen. Wat ik wel bijzonder vond, een van de jongens die heeft een gedicht over de tank bij het pannenkoekenhuis bij de kazernes. Heeft dat als onderwerp genomen en een naam gegeven aan die tank. Die heet Henk. Dat was wel aardig. Het is vandaag de aftrap van de viering van het jubileumjaar. En ja, dat wil je vieren met zoveel mogelijk mensen, met studenten. En je hoopt dat het gevoel van jarig zijn ook vaardig wordt over de studenten. Daar zijn we ook heel erg blij mee dat de gemeente dat voor Cultura heeft willen financieren. En dat wij in zo'n klein dorp nog een bibliotheek hebben is heel bijzonder. Er wordt ook heel veel nog gelezen in Lunteren. Er zijn nu een paar bedrijven die ja, uit de langzijd kunt zien. Die zijn echt aan vervanging toe, maar zo is te zeggen. Nou, die gaan weg. Er komen woningen voor terug. En dat betekent inderdaad een dag toch wel een aanwinst voor de boodschap. Eén bankje dan met deze prachtige koppen van een paar rammen. En de andere zit inderdaad koppen van een zwijn in. Dus dit is, als je het over streekproducten hebt, dit is per sang een streekproduct. En dat hoort hier gewoon. We waren met Cultura, het gebouw Cultura, bezig om dat in eigendom van de gemeente te krijgen. Dat was een stichting. En dat gaf mogelijkheden om en Cultura de stadswinkel in te doen. En er kwam wat meer ruimte leeg om ook te kijken of we daar de Loe niet, ik zag altijd de Loe, de lokale omroep Ede, daar niet konden onderbrengen. Food Ferry is een enorm succes. We staan daar als regio mee op de kaart. We hebben heel wat te danken aan de Universiteit van Wageningen. Want ja, dat geeft ons een positie die andere regio's in Nederland niet hebben. We hebben gezegd, nou ja, bio-energie, de Vallei, die haalt al het groenopval op bij ja, eigenlijk heel de gemeente Ede. En gebruikt dat ja, voor de productie van de warmte. En wij hebben gezegd, van, nou, als we ons daar nou op kunnen aansluiten en het hele gasgebeuren voor de rest kunnen afkoppelen, puur op die warmte. Dan is de doelstelling dat we uiteindelijk zoveel mogelijk CO2-neutraal gaan ja, opereren in het zwembad. Dat medicijn is ontwikkeld met geld wat door dit soort dagen bij elkaar gebracht is. En dat is al begonnen in 1994 en we zijn nu 20 jaar verder. En we hebben nu echt voor het eerst een serieus resultaat geboekt. 11 kilometer toegelopen en mijn hele benen zaten onder de modder. Nou, alle dagen waren eigenlijk gewoon allemaal lachen, gewoon allemaal een beetje klooien. Soms een beetje getreuzel, maar voor de rest gewoon... Treuzels hadden sneller moeten lopen? Ja, soms. Door de andere groepen. Gaat het WK er hier uitzien, hier op rij 7? Barbecue en veel bier. Wou ik nog net niet zeggen, maar veel bier en veel plezier. Dat zeker. Veel toeters. Ja, ik ben natuurlijk ook wethouder van het Levendig Centrum. En zoals de opening al liet zien, was het bijzonder levendig om de opening te mogen aanschouwen. Maar dan gebeurt er ook hier weer wat meer. Er gebeurt al veel in het centrum, maar hoe meer we hier naar het centrum toe kunnen halen, hoe beter het is. Dat betekent, koningin, heidehoogheden, dat ik van een last van deze week word ontheven. Jullie gaan overal naartoe. Super. Nou, ben blij. Mijn moeder volgend jaar weer meedoen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, kijk nou. Kijk nou. Het is toch leuk? Het is zo puur. Het is zo, ja, ze zijn zo ontzettend enthousiast. Daar kun je alleen maar mee meedoen. Dat kan niet anders. Zo leuk. Jammer dat het weer minder is. Maar ik heb er de gezelligheid mee. We hebben met beide scholen in commissies de beste dingen van de beide scholen geselecteerd. Daar hebben we een afsprakenboek van gemaakt. Wij noemen dat het handboek. Op deze historische grond, 70 jaar geleden, hebben een aantal Engelse soldaten hier het grootste offer gegeven wat je kunt geven, hun leven. En ja, dat willen we ook graag de jongere generatie meegeven.
Ik was ontzettend verbaasd vorige week vrijdag hoeveel mensen er op de been waren om hier naar de opening toe te gaan. Ze hadden tegen mij gezegd, nou, tussen de 500 en 600 mensen kun je verwachten. Er zijn er zeker 1500 geweest. Het is, ieder jaar is het weer één groot gebeuren waar een stukje kippenvel bij komt, maar ook een stukje vreugde dat er zoveel mensen ieder jaar weer terugkomen. Dit jaar was wel heel bijzonder, 70 jaar drukker als anders. We hebben ook een heel prachtig programma, want er zijn nu ook bivakken en weet ik al niet meer. Dus met name ook om de jeugd te laten zien van wat er hier heeft plaatsgevonden. Ja, het is iets waar ik heel trots op ben dat dat in Ede al zo lang plaatsvindt en dat er iedere keer zoveel mensen op afkomen. Vroeger was het één grote heideveld, zo groot als jullie, stond hier geen één boompje, alleen die paar grote beuken. En verder was het één grote open terrein. Zo moet weer worden. Moet helemaal worden. Want we hebben nog zo weinig heidegebied over in Nederland. En het zijn kwetsbare gebieden. Bewaren. Als je 2 uur zorg krijgt en je huis is schoon. En voor dat andere uur had je eigenlijk iemand nodig die jouw eenzaamheid verdreef. Dan doen we dat op een andere manier. Want daar heb je namelijk geen schoonmaker voor nodig. Maar daar heb je ook alweer een maatje voor nodig. We halen mensen met een global outlook hier naartoe. We verbinden Ede met de wereld. En TED is een plek van enorm veel inspiratie, innovation en nou ja, echt the place to be. En het moet de talk of the town worden. We hebben het afgelopen jaar gezien heel veel initiatieven op het gebied van voedsel. Ook in de Heideweek, eten op rolletjes. En dat soort initiatieven willen we heel graag voort blijven zetten. We willen stimuleren dat het blijft. Onder de vloer buiten dat we zijn doorgezakt. Met een soort glijbaan waardoor ze in een bepaalde hoek terechtkwamen. En zijn het aantal slachtoffers zeer gering gebleken. Er waren het alleen maar licht gewonden. Op een meisje na die de pols had gebroken. Had heel anders kunnen uitlopen. Dat is wel even schrikken als burgemeester.